Yo iedereen, leuk te kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag zijn we hier op de DRZ 400. Wat we vandaag gaan doen is night ride, zoals jullie kunnen zien. Een beetje door de wijk waar ik woon rijden. And by the way, deze spiegeltjes trekken dus echt op niks. Ik had al wel zo vermoed, maar ze staan wel het beste. Maar je ziet er gewoon weer shit door. Of heb ik gewoon te breed, man. Dus ja guys, night ride. Het is een hele lange tijd geleden dat ik nog iets geüpload heb. Dit is mijn tweede ride on this bike. Ik hoop dat de microfoon trouwens wel werkt. De GoPro hangt er nog op. Nog een geluk. Nou ja, de DRZ is fully loaded. Want daardoor reed ik ook de eerste keer. Dat was vandaag nog ook nog. De eerste keer dat ik er echt mee een tour deed. Dat was om te gaan tanken, by the way. Even goede info dat ik jullie geef. Yeah. Lange tijd dat ik geüpload heb, komt omdat ik druk had met werk. Maar ook gewoon omdat ik geen inspiratie had om te uploaden. Die RZ werkte wel, maar ik moest wachten op mijn verzekeringspapieren. Dan had ik mijn verzekeringspapieren begonnen shitty weer te worden. Maar ja, klinkt als excuses, maar het is ook gewoon zo. Als het slecht kan lopen, loopt het slecht in België. By the way guys, zoals jullie kunnen zien heb ik ook de DRZ terug, no shit Sherlock, maar ik heb hem dus opgehaald bij de garagist, dat hadden jullie ook gezien denk ik in de video, ja dat was er ook bij. Trouwens in die video, dat is een week verschil hè. Ik ging hem afzetten, nee ik had niet gefilmd eigenlijk denk ik, dat ik die ben gaan ophalen. Ik denk dat ik niet gefilmd heb, ik weet niet meer wat ik upload en edit, maar oké, boeien. Maar dus ja. Het was een dure grap, zo duur ook weer niet, maar kijk, voor wat hij moest doen, het was gewoon afstellen. De garagist zei ook zelf van, ja kijk, we denken dat er veel meer werk is dan alleen afstellen aan die motto. Ik zei van, ja nee kijk, het is gewoon afstellen. Dan bleef hij van, ja kijk, als er iets is dan bellen wij u, we gaan er nog niet aan beginnen als we iets anders vinden. Maar als we iets anders vinden dan gaan we eerst bellen, om uw goedkeuring, want dan gaat de prijs natuurlijk ook omhoog. Als we nog aan iets anders beginnen, ik heb geen spiegel, dus ik krijg even wat rustiger. Omdat ik niet weet wie er allemaal mee kijkt achter mij. Ik kan wel achterom kijken, maar lijkt ook een beetje verdacht. Hè? Dat was niemand. Nee, echt wel een showbike. Ik denk toch wel eigenlijk de beste bike dat ik tot nu toe al geowned heb, gehad heb. Beside de Husqvarna Nudo natuurlijk, dat is de beast van de beasts. Daar mag ik volgend jaar normaal gezien mijn rijbewijs voor doen. Oh, ik hou van dat geluid van het optrekken, hè, man. Dat is niet normaal met deze bike. Zo scheetjes dat hij laat. Enige nadeel is wel, de voorspotbord daar, die beschermt dus echt niks. Hè. Die, ja, moet ik het zeggen. Maar het is hier donker. En hier wonen maar 30 of van. Goed. Maar 30. Ik moet echt stom lijken. Als ik hier tegen mijn eigen aan het praten zet, dat die microfoon gewoon niet werkt. Hey, mooie lichtjes mensen. Centrum of nee, lijkt me shitty. Alhoewel, lijkt me wel ook leuk om te doen. Dan gaan we over die mooie brug daar. Ja, dat gaan we doen. Sorry voor deze kleine misonderbreking, maar we gaan dat gewoon doen. Zie je, nu zitten we op die hele mooie brug. Hè. Ja. Prachtig, hey, prachtig. Ja, gewoon terug over die brug, denk ik. Oh, dat is best dan. Oké. Okay. Ik ga terug over die brug.
Ik heb van die zomerhandschoenen aan, dat was geen goed idee om aan te doen. Er komt zoveel lucht door, beter die winterhandschoenen aangedaan. Stay green, stay green. Halleluja. Ze gunnen ons, mensen, ze gunnen ons. Let's go.